zit hier vandaag met Stefan Struve. Stefan, bedankt dat je even tijd voor ons maakt. Hoe gaat het met je? Ja, op zich goed. Ik ben wel redelijk aan het trainen. Ik kom nu echt weer een beetje in de buurt van trainen. De eerste paar maanden na de operatie was het echt heel erg herstellen. Gewoon nog heel licht werk. Niet iets waar ik heel blij van werd, maar nu kan ik weer aardig met gewicht aan de gang. En binnenkort beginnen we weer rustig een beetje met stoten en trappen. En dan ben ik met een aantal maanden weer helemaal 100%. Dus. Het heeft langer geduurd dan je had gedacht en het zwaarder. Ja, ik heb het misschien een beetje onderschat. Omdat ik ging er gewoon vanuit dat het iets sneller zou gaan. Bij sommige momenten zat er gewoon niet genoeg vooruitgang in. Echt een paar weken achter elkaar dat er niks op nadelijk iets veranderde. En nu de laatste tijd zit er wel echt heel veel vooruitgang in weer. Dus daar ben ik wel erg blij mee. En hoe ik zei, ik kan nu gewoon echt weer een beetje trainen, zodat ik ook mijn lichaam weer terug heb en niet alleen maar rustig aan, maar een klein beetje mag bewegen. Dus het gaat de goede kant op. Nou, mooi, goed om te horen. UFC Rotterdam zit er aan te komen, tenminste er zit nog een aantal maanden tussen. Mm-hmm. Daar wil je staan, neem ik aan. Ja, en ik had verwacht wel eerder weer fit te zijn, 100% te zijn. Alleen als ik nu het herstel bekijk en 2 september in mijn achterhoofd, dan denk ik dat het gewoon eigenlijk perfect uitkomt en dat we het gewoon op die datum te gooien. En daar heeft de UFC ook geen probleem mee. En de vraag natuurlijk van, ja, tegen wie zou je daar willen staan? Ja, dat is een grote vraag natuurlijk. Het is nu nog zo'n 5 maanden weg. Dus het is heel lastig om nu te zeggen van, weet je, ik wil tegen die of die vechten. Ik moet even kijken wie er beschikbaar is. Iedereen heeft op dit moment ook een partij staan. Dus er kunnen nog heel veel dingen gebeuren. Maar het liefst een zo mogelijk gerankte tegenstander. Een zo groot mogelijke naam natuurlijk om hier weer een knalpartij partij neer te zetten. Verliezen van de wereldtitel? Zou dat dan mooi zijn, de verliezer? De verliezer? Dat zou kunnen natuurlijk, alleen ja, je moet altijd bekijken. Wat ik zeg, je weet niet hoe we uit die partij komen. Er zijn zoveel opties in principe. Als ik fit had geweest, had ik heel graag ingestapt tegen Werdum. Bijvoorbeeld die tegen Rothwell, maar die is nu geschorst. Opties te over, maar we moeten nog verwachten, want het is gewoon over te ver weg om echt een goede keuze te kunnen. Zou Alistair een goede zijn? Een rematch? Nee, ik denk niet dat ze dat gaan doen, ook helemaal niet in Nederland. Dat twee Nederlanders tegen elkaar, dan zetten ze gewoon liever buitenlanders tegen Nederlanders natuurlijk in Nederland. En volgens mij heeft Alistair net wat geboekt tegen Werdum. Alleen, ja, voor mij is het nog niet officieel, maar ik hoorde zoiets. Dus we wachten het af en we zien het wel. Ja, de kans is groot dat het bekend wordt gemaakt bij Pep Talk maandag, geloof ik. Maar er wordt al gesproken over die wedstrijd van Alistair. Oh, ik weet niet wanneer het bekend wordt. Ja. Ik pik er wel sowieso op. Dus, en het lijkt mij een logische matchup. Dus dan spreekt het voor mij van zich het eigen kan. Dus. En wordt het korter dan 15 seconden? Mijn aankomende partij. Als ik het weer zo kan afmaken, dan teken ik het voor natuurlijk. Maar je gaat daar nooit vanuit. Je gaat altijd van een langere partij uit natuurlijk. Zien dat we het gewoon in ieder geval weer knallen. Super, herstel goed en we zien je snel terug. Goed, dankjewel. Dankjewel.